Ik heb mijn dieselheater binnen. Ik heb voor de aardigheid even hierin gezet, want ik was er gisteren al even mee bezig. Hij past er mooi in ieder geval. Ik heb even zitten kijken hoe ik het een beetje in zou gaan delen. Het is natuurlijk wel prettig als hij er netjes in zit en dat je ook je spullen erin kwijt kan. Dit is de voeding. En dit is dat verwarmingje zelf eigenlijk. Hij moet er zo in komen. En dit is een uitlaatdempertje. En die moet hierop aangesloten worden. Normaal gesproken zou je zeggen, je pompt hem lekker naar beneden door het hout. He, gaatje in de bodem, pijpje erdoor. En je uitlaatje eronder. Maar dat vind ik geen mooi gezicht. Dan heb ik een mooi kastje gebouwd om dat allemaal in te bouwen. En dan zit je tegen een vieze uitlaat. Ja, op een gegeven moment wordt hij natuurlijk zwart. Hij blijft niet zo mooi. Dus dat vind ik geen mooi gezicht. Dus ik wil hem eigenlijk hier doorheen. Zodat je alleen maar het pijpje ziet, het gaatje, hier aan de zijkant. En dat vind ik veel mooier. Maar die uitlaat geeft natuurlijk hitte. Dus ik moet even kijken hoe ik dat op ga lossen. En ik heb wel een idee. Ik heb nog van dat groene isolatiemateriaal. Die heb ik toen gebruikt voor de houtkachel in het tuinhuis. En dat spul dat kan iets van 1000 graden hebben. Dus als ik dit eronder leg, dempertje ertussen, dan nog een laagje erop. En dan kan die heater, die kan hierboven hangen. En volgens mij, ja, dan kan de voeding kan hier. En ik denk dat ik het dan aardig oplos. Dan ben ik gewoon alles kwijt, heb ik alles netjes in het kastje zitten. En dan kan die gewoon daar buiten hangen. Kijken of dat lukt. Dan zit er bij die kant-en-klare modellen, er zit alles ingebouwd. Daar zit een tankje van 5 liter in. Dit is een tank van 10 liter. Dat is een enorme joekel eigenlijk. Dus die kan ik ook weer niet hierin kwijt. Dat gaat hem niet worden. Dus die moet ik ergens anders kwijt. Dan heb ik daar wel een idee voor. En dat is het volgende. Ik heb overigens, om nog even vertellen. Je moet zelf dit nippeltje eraan monteren. Dus je moet een gat boren erin. En dan die nippel erin monteren. Je kan er natuurlijk niet met je hand in. Dat gaat hem niet worden. Of je moet hele kleine handjes hebben. Maar ja, die heb ik niet. Dus wat ik heb gedaan, ik heb gewoon een stukje VD-draad genomen, dus van dat elektriciteitsdraad. Die past precies in het gaatje van die nippel. En dan kan je hem er gewoon doorheen trekken. Dus je doet die VD-draad hier doorheen. Je bindt even dat nippeltje eraan, een klein beetje ombuigen en dan trek je hem terug. En dat is alles eigenlijk. En dat ging goed. Maar nou moet ik hem nog kwijt. Nou sta ik hier in mijn barbecue ruimte. En mijn idee is om hem hier op te hangen. Dan hangt hij niet in de weg. Dan kan ik het slangetje mooi achter deze staander wegwerken. En dan gaat het volgens mij goed komen. Ik heb even een plaatje gehaald van dat spul. Dat is steenwol, heet dat overigens. En ik heb gelijk even opgezocht. Nou, je ziet het. Bestand tegen vuur en bedraagt temperatuur tot boven de 1000 graden. Ik heb even een stukje afgesneden. Dat kan dan mooi tussen. Dus hier kan die demper op. Even gat boren natuurlijk. Dan een plankje erboven. Nog een laag van dat spul uiteraard erop. Dan komt deze daarboven. Een pijpje kan dan mooi daarheen. En een andere pijpje voor de inlaat van de generator, die gaat deze kant op. En dan heb ik alles gewoon hier binnen. Dat is mooi. Dan alleen nog even kijken waar ik de spanning vandaan haal voor de voeding. Maar daar komen we ook wel weer op. Even kijken hoe die dan komt. Dan zou die zo moeten komen, want deze pijp, dat is de warme kant eigenlijk. Dus de uitlaatpijp die de verwarming geeft. Die moet hier naar binnen, dus die gaat een slag draaien en die gaat hier met een gat naar buiten. Nou moet ik wel zorgen dat ik daar genoeg ruimte voor heb, want zo'n grote bocht kan ook niet maken natuurlijk. Dus ik teken hem even af, hij moet ongeveer met die naad hier komen. Dan kan ik ook gelijk zien. Oh kijk, er staan al, ik weet niet of het te zien is, maar je ziet hier al de afdrukken van die pijpjes. Dus dan kan ik gelijk zien waar die ongeveer komt.
Hiertussen wil ik ook van dat spul doen, van dat steenwol. Want dit uitgangetje, of het is eigenlijk een ingangetje, dat is voor de dieseltoevoer. Maar dat wordt natuurlijk ook heet. Dus het zou mooi zijn als daar een stukje van dat spul tussen komt. Dat houdt ook weer een hoop hitte tegen. Dus ik denk dat ik op deze manier wel op de goede weg ben. Je kan trouwens ook, ik heb deze al gebogen. Je kan ook losse, korte bochtjes kopen hiervan. Ja, een beetje moeite doet, dan buig je hem best wel. Dan heb je best wel een mooi bochtje zo. Dan moet ik hem natuurlijk wel afzagen. Ik hoop niet dat dat een probleem is, want ik moet hem natuurlijk ook nog vastmaken. Dit is natuurlijk maar heel dun wandig. En daar kan je mooi een klem omheen zetten, maar dat heb ik nu niet. En ik kan hem ook niet indrukken. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Daar ga ik wel van uit. Ik heb er meer gezien die het gedaan hebben, maar ja. Nou, weet je wat ik doe? Ik tape hem wel af met aluminium tape. Ja, ik verzeer wel wat. Ik druk hem even naar beneden. En dan meet ik hem op. 3,5 centimeter. Zo, 3,5 centimeter. Daar ga ik hem boren. Voorboren. En dan kan ik hem vanaf de buitenkant origineel boren. Ik ga hem ook vanaf de andere kant boren. Even. Dat geeft een wat mooier resultaat. Nou, eens kijken of ik het goed heb gedaan. Ik heb het goed gedaan. En nu heb ik ook nog een beetje ruimte eromheen. Dat is wel goed. Ik ben toch nog benieuwd hoe het zich gaat gedragen natuurlijk zo. Ik kan wel dadelijk, als ik een stukje af heb gesneden, kan ik hier een klein pijpje naar buiten laten komen. Dat is natuurlijk wel een idee. Nou, dat is niet alles, maar het is goed. En hier komt er weer zo'n stukje overheen. Dat wordt wel lastig, denk ik, want ik moet nu dadelijk een plank hier gaan zetten. Daar moet dat spul tussen komen en daarop komt die verwarmer, die kachel. En dan moet ik dat buisje er nog aan zien te krijgen. Dus het wordt een beetje lastig werken, denk ik, maar het moet goed komen. Kijk. Dit eroverheen. Dat dempt ook nog eens een keer het geluid natuurlijk. Dus het is nog mooier. Dus een win-win situatie. Ja, mooi. Nou, nog een plankje erboven. Kijk. We schroeven erin aan de zijkant, de achterkant. Ik heb die plaat even op zijn plek gelegd en ik heb hem eigenlijk al een beetje afgetekend. Hier moet die komen. Je ziet die gaten, die komen net niet helemaal goed uit. Dus ik boor gewoon even nieuwe gaten waar ik ze aan vastzet. En dan moet het goed komen. Ik wilde overigens een stuk te afzagen van die plank, maar dat ga ik toch niet doen. Ik wil natuurlijk die voeding hieronder hebben. En ik hoop dat ik hem nog kwijt kan daar. En anders zou hij hier moeten komen, denk ik. Nou, dan moet hij wel een beetje in het midden komen. Dat komt hij niet. Ik boor even voor. Gaat weer omdraaien. En vooral dat OSB, dat ziet er helemaal niet uit. Zo dan. Dan moet dat passen. En dat doet het ook. Meer nog meer. Nou, even kijken, want ja, past wel. Dat moet lukken. Die gaatjes zijn aan de krappe kant, zie ik. Toch.
Ik ga ze toch wat groter boren, dat lijkt me verstandig. Nee, die zijn groot zat. Ze zijn groot zat. Ik moet alleen die andere gaten nog boren. Dus die teken ik even af. En dat doe ik even terwijl die erin zit. Hij moet er zo in. Er moet nog meer af hier, zie ik. Misschien dat ik er wel een heel stuk afsnij eigenlijk. Dat lijkt me een heel goed plan. Ik doe het al even op de slijptol. Kijk, dit is beter. Ik heb even de kantjes afgerond. Zo moet het gewoon goed passen. De ramen eraf. Kenneth. Dan komt hij als het goed is zo te zitten. Even die puntjes wegveilen. Nou, dat hele geval past er niet echt lekker op. Het kan net niet. Eén kant wel, andere kant niet. En dat komt door dat rubbertje wat er zit. Nou heb ik het al een beetje op maat geknipt aan één kant. Want het past er gewoon voor een kant. En dat zorgt er wel voor dat dit net te kort is. En dat is vervelend. Moet natuurlijk wel passen. Nou, ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. Druk hem even goed aan. Nou, ik heb het al gezien, dat gaat hem niet worden. Dus het materiaal is eigenlijk te dik. Maar ja, als ik dunner neem, dan krijg ik hem weer niet goed vast. Dit is wel erg rottig vervelend. Ik vrees dat ik toch wat anders moet zoeken, want waar ik nog eens aan gedacht heb. Ik moet hier ook nog eens een keer slangenklemmen omheen kunnen doen natuurlijk. Dat kan zo, ja, daar heb ik maar heel weinig ruimte voor. Dus dit materiaal is gewoon te dik. Nou, nieuwe poging. Ik heb dit gezaagd. Dit ga ik hier neerzetten. Ja, ik hoop dat ik hier nog die travo onder kwijt kan. Maar dat gaan we wel zien. Eerst dit. Als ik dit hier neerzet en ik zet er nog één natuurlijk tussen. En ik zet daar die plaat tussen. Zo moet die komen. Dan zou het volgens mij moeten gaan werken. Dan heb ik geen dikke plaat nodig. Heb ik alleen maar metaal. En dat is eigenlijk wel gunstig. Want dan kan er ook niks in de hens vliegen natuurlijk. Ik doe er wel een beetje lijm tussen. Ik kan hier geen houtlijm meer gebruiken natuurlijk. Oké. Dat is heel mooi. Nou, de gaten hiervoor geboord. Ze zitten verkeerd. Dat is natuurlijk als je alles in spiegelbeeld doet. Dan loop je nog maar eens de kans dat het verkeerd gaat. Maar deze had ik dus aan de andere kant van de lijn moeten boren. Dat heb ik niet gedaan. Nou, kan ik weer opnieuw boren. Hamertje. Nou, hij zit vast. Nu heb ik in ieder geval genoeg ruimte om hem te monteren. Alleen, ik kon er wat lastig bij. Dat is natuurlijk wel een punt. Maar het gaat me wel lukken. Dan moet ik alleen nog even kijken of ik mijn voeding kwijt kan. En ik moet hier even wat uithalen, vrees ik. Deze gaat wel. Nou, die kan kijken. Die kan gewoon voor het plankje blijven. Nee, ik haal er wat uit. Ik haal er toch wat uit. Dat is net even wat mooier. Kijk. Zo gaat het helemaal goed. Al met al is het even wat meer werk dan ik eigenlijk gedacht had. Maar ja, ik moet het wel in één keer goed doen. Want ik kan het niet later nog eens een keer veranderen. Dus ik moet nu zorgen dat het gewoon allemaal goed zit.
Nou, mijn idee om die voeding hier te zetten, dat gaat niet worden. Dat past niet meer. Dat is heel jammer. Maar ik heb een ander idee. Ik zet hem hier. Net iets boven die machine. Ik hoop niet dat die heel heet wordt hier. Maar ik kan hem wel vastzetten, want er zitten hier gaatjes voor boutjes. Dus dan kan ik hem gewoon door de achterwand heen boren. Laat ik eens beginnen met dat ding vast te zetten. Ik heb overigens die pijp er al aan gemaakt. Dat ging wel een beetje moeizaam, omdat ik eerst die pijp er doorheen moest doen. En dan het apparaat erop. Dat ging net. Nou, even kijken of ik die aanvoer ook zo makkelijk erop krijg. Ja, dat gaat makkelijker. Want dat is maar een klein stukje buis. Daar kom ik wel bij. Dat is geen probleem. Dus die was het grootste probleem. Die zit, maar die moet ik natuurlijk nog inkorten. Nou, dat gaat nog leuk worden, want hij past niet om die buis. Net niet. Dus ik moet hem op de een of andere manier een beetje uitbuigen. Uitbuiten. Dan kan ik hem ook gelijk een beetje plat maken. Dan zijn die ribbels weg en dan kan ik hem makkelijker vastzetten dadelijk. Dat is ook weer een voordeel natuurlijk. Nou, ik ben er toch heel dichtbij nu. Tjesje zeg. Kijk eens, ik heb hem erom gekregen. Heel veel knijpen met een waterpontang, dat hij goed plat is. Nou moet ik niet vergeten even die klemmen eromheen te doen. Anders ben ik de sjaak. Voordat ik hem vastzet, doe ik hier nog even een tapeje om voor de zekerheid. Zit hij net over die rand. Dan gaan we klemmen. Oh, ik red het net niet. Dus ik moet nog een stukje hebben, maar dit is wel een oplossing volgens mij. Ik weet niet of dat blijft plakken hoor. Dat kan ook nog dat het gewoon los gaat. Die zit helemaal goed. Dat is mooi. Eens kijken of ik dat kring eromheen krijg. Oh, dat gaat helemaal niet slecht. Nou, nog erin. Dat is een goede plek. Yes. Kijk. Dat is mooi. Dan moet ik hem nog vastzetten natuurlijk. Ja, die zit ook. Nou. Vraag me niet hoe ik het gedaan heb. Ik heb hem vastgekregen. En hij zit eigenlijk best wel goed. Het dempertje zit hartstikke stevig. Oh ja, die beugel die moet nog even vast. Die ga ik nu vastmaken. Nou, die kan niet meer weg. Ik heb dat boel helemaal ontwikkeld met dat isolatiespul. En je ziet hier nog net de ingang voor het benzineslangetje, voor de dieselslang. Ja, je ziet hem nog net. En dat is volgens mij helemaal niet verkeerd zo. Daarachter heb ik ook nog wat gevrommeld, dus tegen de wand aan. Ik moet nu die pomp ophangen. En die moet onder een hoek van 45 graden, heb ik begrepen. Dus ongeveer zo. Kan ik wel vast het slangetje eraan monteren. Oh, een klemmetje. Ik had hem best wel een beetje warm kunnen maken. Wacht even. Goedendag zeg. Dat gaat er moeilijk overheen. Maar ja, hij zit. Ik heb gemerkt dat je dat klemmetje niet helemaal door moet duwen, want dan gaat het niet goed. Hij moet om dat nippeltje wat er zit. Dan zit hij goed. Dus er zit hier eigenlijk zo'n nippeltje op, zo'n
getekend dingetje. En daar moet dat klemmetje precies overheen. Dan zit hij volgens mij goed. Even kijken. Hier nog een, zit nog een benzinefiltertje bij. Dieselfilter. Brandstoffilter, laat ik het zo maar zeggen. Die moet er natuurlijk ook nog ergens tussen. Maar die zet ik wel bij de tank. Dus ik moet wel zorgen dat ik daar even ruimte voor heb. Oh, kom er moeilijk bij. Dat is hem. Eén luchtgat. Nou, het brandstofgedeelte zit erin. Filtertje zit hier. De pomp zit hier. Dit is de aanzuigbuis voor de generator. Zit niet heel vast, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Want het is alleen maar een filtertje wat er zit en een buisje. Voor de rest zit de slang komt hier buiten uit. Dat is ook goed. Dan is dat in ieder geval klaar. Ik heb hier even wat latjes onder gelegd, zodat ik deze op de juiste afstand boven dat ding heb. Nou moet deze daar precies in passen. En dat doet hij ook. Kijk, dat is heel mooi. Nou moet ik alleen de andere kant nog vastzetten. En die moet ik even secuur opmeten. Dat zou moeten zijn. Even kijken voor de aardigheid. Of ik hem een beetje goed zit. Het liefst helemaal natuurlijk. Nou, oh ja, ik wou zeggen totaal niet, maar dat klopt niet, want hij zit wel goed. Ha. Zo, kijk. Ah, die komt niet meer los. Die zit prima zo. Ik heb een tijdje terug deze gatzaag gekocht bij Temu. Nou ja, dan kan je natuurlijk zeggen van ja, Temu allemaal rotzooi. Maar ja, dit ziet er best wel leuk uit eigenlijk. Instelbaar tot 130 mm. Dus best wel een grote gatzaag eigenlijk. Dus ik kan nou eens even kijken hoe die werkt en of die werkt. Ik heb hem ingesteld op 83 mm ongeveer. Want dat is natuurlijk best wel wat lastig. Ja. De straal van... Ja, volgens mij klopt het wel. Dat ding doet het helemaal niet slecht eigenlijk. Ik ga eerst even een gaatje voorboren. Ik heb nu een beginnetje aan deze kant. Dan kan ik de rest vanaf de andere kant doen. Een brilletje op, want dat is niet heel prettig voor mijn ogen. Ha, dat ding is rete goed. Ja. Ik had deze in het verleden ooit eens gekocht. Klerenling, sorry dat ik het zo zeg, maar dat is gewoon zo. Maar deze werkt echt als een speer, joh. Dat ging roken, dat oude ding. Heb ik hier dus helemaal geen last van. Gaat gewoon in één keer goed. Nou, wat wil je nou nog meer?